eigenlijk één ding wat me nou pas opvalt. Ik bedoel, we staan aan de top van een woestijn. Op een grote boom. Warmte gaat omhoog. We zitten nou in een hittegolf. Waarom zouden we hier staan? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige en echte zeep. Sorry voor de lange pauze die er tussenin is geweest. Ik geloof dat woensdag de laatste aflevering is geweest, dus we hebben bijna een week stilgestaan. Maar nee, wacht even. Wel, want een donderdag hebben wij die Efteling special gehad. Omdat, ja, het was het zo enorm warm. Het zijn een Efteling, weet hartstikke leuk. Maar goed, om terug te komen in het verhaal. Er zijn soldaten die zijn er klaar gegaan en ja, eigenlijk kun je alles vinden in de vorige part. Ik bedoel, zeg eerst waarom ook niet. Maar goed, we hebben hier dus een soort van quest te doen. Zoals, we hebben hier nog meer Alexandrian soldiers. En wij helpen hun daar naartoe. En ik ben degene die jullie willen. Weet ik voor waarom, maar blijkbaar moeten wij dus zeg maar hun gaan verdedigen. Nou, het probleem is, je hebt eigenlijk een paar keuzes die je moet maken. En ik weet niet precies hoe dat het patroon erin zit, maar ik hoop dat ik de goede keuzes ga maken. Maar we moeten dus zeg maar die mensen allemaal gaan redden. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die we dus gaan doen. En ik geloof dat de Towler een grote bliksemstraal kan doen. Waar ik eigenlijk best wel blij om ben. Want zoals jullie weten, er is de afgelopen dagen hebben wij... Abby, ik kreeg best wel veel schade. Moet ik een beetje op mij letten. Maar goed, we hebben dus de extra remen waarom het dagen gehad. En dan zou het dus mooi onderkomen. Dus ik dacht bij mijn eigen kan ik er gaan onderjagen. Ben ik hartstikke blij. En wat is hartstikke leuk. En noem maar op. Ben je niet moe van jezelf omdat je zo aan het praten bent. Nee, want ik zit aan het waaier. Mijn waaier die houdt mijn kool. Dus daarvoor kan ik het aan. Maar ja, het grootste probleem wat ik dus heb gehad. Dus alle onweer die we hebben gehad. Is niet gekomen hier waar ik zit. Ik zit in het zuiden. En het zuiden heeft geen onweer gehad. En serieus houden, dat had je beter kunnen doen. Maar dat maakt niet uit. Goed, nou, in ieder geval Wilma B, wat ik heel mooi vond. Weg, echt, ze is dodelijk, maar dansen kan ze. Maar we hebben nou ondertussen iedereen verslagen. En wow, Abby, dat was gewoon 800 schade met je vork. Serieus, wat heb jij gegeten? Maar goed, we hebben dus onze level up. En deze, die zijn dus een beetje required. Dus, dit zal wel het main, dit zal wel gewoon echt een aanval dingen zijn. En heb je het enige weg gedaan, dan komen de andere puntmutsen, die komen weer aan. En ik wil je uitmoorden en we killen jou en daarom dus. Weet ik veel, hoezo een halfwit gesneden, maar dat maakt niet uit. Goh, word ik niet moe voor mezelf. Maar hoe heeft iedereen de hittegolf overleefd? Want dit zijn battles, die ken ik er niet uit. Knippen. Sorry daarvoor. Ik heb het af en toe wel eens van die momentjes. Oké, jij mag heel eventjes een ijsaanval. Jij doet eventjes, waar sta je? White Magic, White Wind, ook goed. En jij doet heel eventjes reiswind. En de eerstvolgende aanval die ik krijg, dan wil ik proberen om Erwin eventjes te gaan fixen. Want ik had anders heel erg fout voor Erwin hier. En dat wil ik natuurlijk niet. Oké, Blizzara. Oké, eentje ligt al. Daar komt de White Wind. Oké, jij doet eventjes een hi. Potion. Hi. Nou, en het grappige is, ik kan er dan wel een sterke aanval op gaan doen op... ja, weet je waar, we doen gewoon vuur. Dit is eigenlijk best wel zinloos, aangezien dat, we hebben nog maar één vijand en die hoeft nog maar één knal en ik haat Osmose. Osmose is een aanval die jat onze MP en die voegt, zeg maar, het bij die karakter zelf toe. Dus nog, nou, 7 is niet zo erg. Oké, nou, potion. De muziek blijft ook gewoon doorlopen nou, dus, een beetje de paniek, muziek. En 62 schade, maar dat is een beetje... Touwen, we hebben beter bij jou verwacht. Nou ja, dankjewel, Evier. Je bent in ieder geval weer op full health, dus daar zijn we heel erg blij mee. Goed. Nou, dat we die dus gedaan hebben, wil ik eventjes snel even kijken bij onze equipment. Ze hebben niks samen, want ik ben te awesome. Maar de stad is in de problemen. We moeten opschieten. Wij moeten redden. Zeepie to the rescue. Oké, nou. Enemies are... Oh, even kijken hoor. Nederland. Vijanden zijn naar boven aan het komen. Hoe is het aan jullie kant? De Venusians zijn aan het terugvechten, maar de demonen blijven komen. We zijn gevlucht. We konden het niet meer tegen. Ah, verdorie deze Alexandrians. Ik haat ze. Wat moeten we doen? Nou, hun zijn net van bovenaf gekomen, dus ik denk dat we maar het beste naar rechts kunnen gaan. Ik heb daar nog niemand gezien. Ja, zouden we terug dus naar boven zijn gegaan, dan zou daar dus zeg maar vijanden staan en die zouden ze dus uitmoorden. Maar we hebben de twee kunnen redden, dus dat hebben we op zich wel goed gedaan. Dan kunnen we eigenlijk eventjes bij ons equipment eventjes kijken. Jij bent daar nog mee aan het leren, ken ik hier iets nieuws? Nee. Even snel. Tuurlijk.
De hele wereld is in puin en in gevaar. En wij doen heel even rustig aan kijken of wij nog wat betere stats kunnen equippen. Waarom doe ik het moeilijk? Je bent daar nog iets aan het leren. Dus mij heb ik dit gisteren eigenlijk, of de vorige aflevering gedaan. Ik ben automatisch gewend om gisteren te zeggen, maar mijn excuus daarvoor. Oké, ben ik hier nog aan het leren? Nee, dat doet ook niet echt veel. Dat doet ook niet veel. Daar ben je nog iets aan het leren en daar ben je ook nog aan het leren. Oké, nou, qua equipment zitten we goed. Dus we hebben ze net naar boven zien gaan. Dus volgens mij moeten wij ook maar gewoon naar boven. Oh, daar komen de kindjes, die komen van de trap afgerend. En volgens mij is het dus de truc om ze niet dezelfde kant op te sturen. Dit is eigenlijk best wel... Oh, papa is weg. Wee! Oh, dit vind ik zielig. Maar ja, ze hebben dus zeg maar net de trap naar rechts opgegaan. Dus ik neem aan dat ze naar links moeten gaan. Maak je de verkeerde keuze. Dan gaan zelfs die kleine kindjes die gaan gewoon op. Oh, laten we links gaan. Hopelijk maak ik een goede keus. Oh, gelukkig. Oh, ik vind het echt zo erg. Echt, die cutscene en... Sommigen die zitten dan wel in de reacties, maar laat dat dan eventjes zien. Nee, het is zo gruwelijk. Oké, nou we hebben weer dus zeg maar twee van die soldaten en één pointy head. Dus ik val eventjes de pointy head aan. De andere twee die zijn niet zo gevaarlijk. Jij valt de pointy head aan. Jij valt de soldaat aan. En ik zou zeggen, doe jij maar eventjes je Blizzara. Doe maar even Blizzara. Val maar gewoon even aan. Qua HP zitten we nog goed, dus daar hoeven we ons eigenlijk weinig zorgen over te maken. En ik vergeet steeds dat de Towler autopotion heeft. Het eet wel snel je potions op, net zoals dit is 40 schade. Daar wil je eigenlijk niet een potion voor gebruiken. Maar ja, aan de andere kant 150 is later eigenlijk helemaal niks meer. En wil je geen gewone potions meer hebben. Dus daar moet je wel een beetje meer, een beetje rekening mee houden. Oké, nou we hebben aangevallen. Towler heeft MP nodig, dat is duidelijk. Ah, serieus, die andere die had jij makkelijk aangekund. Hoppakee. Het zal wel aan de warmte liggen, dat maakt niet zoveel uit. Dus, oké, nou, we gaan weer een beetje, we krijgen weer gratis stuff. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Nou, we hebben net die groep die kant op gestuurd, dus we gaan automatisch ook die kant op. Dat is alleen maar heel erg goed. Oké, nou, we gaan hun die kant op. Nou, we weten dus dat die kant veilig is. Up the stairs, cross the bridge on the right. Nou, we hebben die anderen net naar rechts zien gaan. Dus laten we hun ook naar rechts sturen. Yep, want hadden we ze de andere kant op gestuurd, dan was het dus ook al een probleem geweest. Oh, dit is zo stressvol! Nou ja, ik zit eraan te denken elke keer van, ja, zou ik er dan toch maar iets uitknippen? Maar al deze battles zijn eigenlijk een beetje required. Dus daarom heb ik zoiets van, nee, we kunnen het niet echt maken om dit eruit te gaan gooien. Oké, nou, laten we even een eater op touw er even gooien. Even, dan kun jij... Oh, jij moet nog heel eventjes wachten. Dan doen we eventjes jou eventjes zeggen dat jij dat mag gaan doen. En... Zit ons op met die eater! Zeep! Dank je. Doe maar even een thunderaanval. Hoppakee. Oh, er was trouwens een vraag in de reacties hoe dat ik iedereen kan aanvallen. Want iemand die speelde mee en... Die wist dus niet hoe dat je die multi-aanvallen doet. Er is dus zeg maar een manier, daar heb ik helemaal niet uitgelegd in de controls nogmaals, mijn excuses daarvoor. Als jij op de R1 knop drukt, ik moest heel even kijken omdat ik bij Nintendo eigenlijk ben. Maar als je op de R1 knop drukt, dan swap jij dus zeg maar van een single target naar multiple targets. En dat kun je eigenlijk al vanaf de allereerste keer dat je een magische spreuk hebt geleerd. Dus wil je ze allemaal raken, druk gewoon één keer op R1 en je ziet dus zeg maar het handje veranderen in zoveel handjes als dat er vijanden zijn. En we hebben Jelly geleerd, daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Jelly! Oké, ja, we kunnen ze niet tegenhouden voor altijd, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, hun gaan naar boven toe, dus dan moeten wij ook naar boven toe. Zijn we nou veilig? Zijn er geen monsters meer? We zijn nog niet veilig, jongens. We zijn nog niet veilig, dus we moeten goed opletten voor meer. Dat er toch niet over was. Hé, hey, wat zijn jullie daar aan het doen? We houden van deze plek. Ook al weten we dat we heel erg veel kwijt zijn. En dat we niet meer een mooie view hebben van de zandstorm en zo. Ja, ik vind het ook wel heel mooi. Deze hele stad is mooi. En iedereen is aardig. Daarom wil ik jullie beschermen. Kom op, laten we naar boven gaan. Naar de kerk of iets, naar de cathedral. En dan kunnen we daar iedereen verslaan die ons op ons pad tegenkomt. Dus we hoeven geen keuze gelukkig meer te maken. We nemen alles gelijk mee. We zijn geen mensen tot nu toe kwijtgeraakt. Dus volgens mij komen we nou bij de cathedral.
En we hebben dus zeg maar iedereen kunnen laten surviven. Yay. En dat zijn de enigste overlevers. En de High Priest, waar is die? Waar is de koning? Waar is papa? Ik hoop dat ze allemaal binnen zitten. Ik zou zeggen van die zitten allemaal binnen, maar waarschijnlijk zeg ik dat niet. Oké. Oké, iedereen naar binnen. Nee, ze zijn terug. Oh boy, nee, ik blijf hier. Oh, we zitten in paniek. Dorry, we zijn omsingeld. Oh boy. Ik kan ze niet allemaal redden, of we doen gewoon zeg maar ieder op één. Jullie duivels, jullie handlangers van evil, jullie zijn te ver gegaan. Mijn speer zal jullie vernietigen, weet ik veel. Serieus, jullie zullen vallen als blaadjes in de wind, onder de kracht van mijn zwaard. Je zei net speer, maar dat maakt niet uit. Swing! Swing! Waarom mag ik jou niet in mijn team hebben? Ik wil jou in mijn team. Nu, ren! Weet niet wie je bent, maar dankjewel. Wil je ons team versterken? Serieus, je ziet er stoer uit. Of mag Wilma B misschien jouw speer hebben? Sir Bradley, ik heb je zo gemist. Ik ben met mijn zoektocht begonnen meteen toen jij Bemusia hebt verlaten. Waar ben je al deze jaren geweest? Naar welke hoeken van de wereld ben jij gereisd? Mijn lieve Fratlich. Ik ben naar de hoogste bergen geklommen. Alleen maar om rumors te horen over jouw triomfen. Van jouw overwinningen. Ik heb gezocht naar de diepste valleien. Om jouw voetstap alleen maar daar te kunnen vinden. Maar ik heb je nooit gevonden. En op het einde had ik iets gehoord. Iets onverdraagbaar. Wilma B, zeg je. Ik geloof dat dit de eerste keer is dat ik jou ontmoet. Wat? Wat zei jij daar? Het spijt me, maar ik kan me niemand herinneren. En ik kan jou helemaal niet herinneren. Je kunt me niet zijn vergeten. Ik ben het, Wilma B. Wilma B van Bemusia. Hoe kun je zo harteloos zijn? Het spijt me. Nee. Hey, wacht eens eventjes een minuutje, heren. Ik kunt dit niet menen, jongen, serieus. Het is Wilma B, je verloren liefde. Kom op. Hoe kun jij nou vergeten zijn? Wat ben je voor iemand? Zeg iets. Dat is genoeg, zeep. Wat? Je bent je hele leven al aan het zoeken naar deze gast. En echt voor jaren eigenlijk. En nou is hij hier. Fratley. Herinner je je mij, de koning van Bemusia? Nee, helaas niet, ben ik bang. Onmogelijk. Ben je alles vergeten dat voorbij wat gebeurd is? Dan laat me je dit vragen. Waarom ben je teruggegaan naar Bemusia? Als het niet is dat je hebt geleerd over de... is het niet omdat je hebt geleerd over de crisis hier in Clara met de mensen wie jouw broertjes en zusjes zijn? Nou, eigenlijk nou je het er zo over praat. Als een, ik vertel het je wel. Prins Puck. Lord Puck, 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 Puck. Ik heb Fratley gevonden terwijl ik de wereld aan het rondreizen was. En zoals je hoort is mijn stem weer veranderd en het maakt mij heel weinig uit. Want ja, serieus, mijn stem verandert toch 300 keer in deze serie. Dus wat maakt het uit? Maar goed, hij wist nog niet eens wie ik was. Of wie hij was. Maar toen mijn musje aangevallen werd en hij hoorde dat Clyra in gevaar was... In zijn vage geheugen als een drakenridder heeft hem hier teruggebracht. Drakenridder. Ja, ik herinner me dat ik ooit zo genoemd werd. Maar nu is dat alles wat ik kan herinneren. Fratley. Ik moet gaan. Met die banaan. Doei. Nou, oké, dat was awkward. Wilma, ga je hem niet followen achterna of zoiets in die trend? Nee! Ik ben blij, alleen maar om te weten dat hij nog leeft. Nou, dat is heel fijn om te horen. Het spijt me, Wilma. Wil jouw stem alsjeblieft nou een beetje in hetzelfde blijven? Het spijt me, Wilma B. Ik wist dat je niet klaar was om hem te zien, maar met Clyra die aan een andere aanval zat en zo. Ik hoef geen verschuldiging, hoogheid. Ik ga Fratley achterna. Doei, later! Wacht,
Puck, ik heb je in geen eentjes gezien, geen jaren. Hé, wacht, was dat Puck? Ja, het houden, dat was Puck. Dus, wat is er gebeurd? Hey, wat is het probleem, Wilma B? Ja, huilen? Oh, wat ironisch. Om de man eigenlijk te vinden waar ik over heb gedroomd, eindeloos. Om alleen maar erachter te komen dat hij nog niet eens meer kan herinneren wie ik ben. Kom, Zeepie. We moeten nog de vijand verslaan. We moeten hergroeperen. Wilma B? Yeek! Oh, glutjes. Yeek! Heb medelijden! Serieus. Dat is jouw stem niet. Serieus. Jullie zielige ongediertes. Jullie hebben nog niet eens jullie de krak door van dit juweel. Swingbold. Onze magische steen! Nadat ik deze juweel heb, ben ik klaar met jullie stad. Doei! Wacht jij eens even. Stop! Stop, schavuit! Ik verkoop je een druimes! Wij gaan je gewoon achterna. Oké, nou al die mensen die we dus nou hebben gered, daar kunnen we dus nou krijgen we gratis items voor. Dus want dan krijgen we hier een Phoenix Down, we krijgen hier een Take This, It's Dangerous to Go Alone Remedy. En de kindjes geven zelfs ons nog eens een kaart, de moeder geeft ons een elixir. En als ik niet vergeet, die heeft ook nog een kaart voor ons, maar ja, de card game, dat doe ik niet. Hier krijgen we nog een gratis eater van, en van jou krijgen we nog een Phoenix Finion die we kunnen verkopen voor heel erg veel geld. Phoenix Finions, nogmaals, wil je niet echt gebruiken. Wil je nog een brief sturen? Nee? Oh no? Oké, nou we zouden een tent kunnen gebruiken, maar die hebben we niet echt nodig. Hoe zitten we met HP? Alles zit vol, behalve van Wilma B. Weet je wat, we vullen dat gewoon even met potions. Oké. Dus ja, ik zou nog een cliffhanger kunnen maken, maar daar heb ik weinig zin in, aangezien dat er is al een lange tijd geweest voordat we deze serie weer hebben hervolgd. Dus daarom vind ik het eigenlijk best wel belangrijk, denk ik dat je weg kan komen, om toch wel verder te gaan. Weg kan komen? je bent een grotere sukkel dan dat ik had gedacht. Ben je vergeten hoe slecht het ik jullie heb verslagen in mijn musea? Dus, je bent meer de fool, de sukkel, om niet te hebben en geëindigd, want je hebt gestart. Jij zult boeten. Ik heb geen jammies gevonden in deze stad, dus ik ga jou koken voor ontbijt. En wie, dat klinkt nogal ranzig, maar goed. Dan, laat mij jullie eventjes laten zien wat ik waard ben. Serieus, die detecties slaat nergens op. Maar goed, we moeten weer tegen Beatrix vechten. Want haar schuld is het dat we dus zeg maar een disc hebben moeten swappen. En daar was ik het eigenlijk niet echt mee eens. Maar goed, we moeten dus weer met hem battelen. Deze battle gaat eigenlijk bijna precies hetzelfde als de eerste keer dat we met haar hebben gevochten. Dus zij gaat er staan met een zwaardje van la 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 la. En wat we willen doen is, we willen dus zeg maar, doe maar gewoon even een aanval. Thunderslash. Dat doet wel pijn. We willen Rise Wind gebruiken. We willen zoveel mogelijk Blizzara of Tundara gebruiken. En we willen zoveel mogelijk stelen. Dit zijn eigenlijk zeg maar de elementen die we zoveel mogelijk willen gaan gebruiken. Om dit te blijven overleven. Vergeet niet, 0 HP is game over. Weer terug naar je eerste save. Wat in mijn geval dus eigenlijk, weer terugbrengt naar, wacht eventjes. Ik kan Pumpkin Head nou doen. Oké, we hebben de Thunder Gloves. Daar ben ik wel blij om. Jij doet even een jump aanval, zodat we zeker kunnen blijven lopen. Oh, shock, dat doet pijn. Oeh, dat deed heel erg veel pijn. Jij doet steel. En ja, het heeft weinig nut om een high potion te doen. We hebben al... doe maar Blizzara. Phoenix down gejat. Daar hebben we niet echt veel aan. En ouchies. Oké, daar hebben we de Blizzara. Ik denk dat we het beste eventjes White Wind kunnen doen met Airweer. Tot we toch wel een beetje kunnen healen. En om het toch wel eventjes een high potion te gebruiken op Wilma B. Want, even wachten, jij bent te stielig. Nee, jij bent te... Oh, dat gaat Wilma B al. We zijn net te laat met onze White Wind, helaas. Oké, Phoenix down erop. Oké, we hebben niks kunnen stelen. Dat is vervelend. Oké, nou gaat hij...
Die muts gaat zichzelf nog healen ook. Mag ik ook heel even healen? Want echt serieus, die dingen die jij allemaal doet, dat mag gewoon niet. Oké, jij doet steel. Jij doet heel eventjes een high potion op Wilma B. Weer niks kunnen stelen, verdurie. Laat Wilma B nou eens met rust. Wat heb jij tegen Wilma B? Nou ja, in ieder geval wordt er één iemand geheeld die het juist het minste nodig had. Oké, wij proberen weer een steel. Oh, ik ben zo blij met jouw auto potion. Ik ga er heel even voor zorgen dat die geen magische dingen meer kan doen. Wat ik jullie heel eventjes wil laten zien, dat dit nogal een beetje buggy is. Op het moment dat wij Magic Hammer gaan gebruiken op Beatrix. Waar het is om Wilma Bibi neer te gooien. Ouchies. Oké, nou moeten we echt op gaan passen. High potion op Wilma B. Hier, 2000 MP is ze kwijt. Zoveel MP kan iemand nog niet eens hebben. Dat is de grap eigenlijk dus. Oké, nou. Dit gaat niet goed, jongens. Ik moet echt zo ontiegelijk veel... Nee! Dury. Oké, high potion op mezelf. Jij doet eventjes een Phoenix down. Oh, we hebben zoveel high potions nodig op het moment. Ik mis Garnet. Serieus, die kan ons healen. We krijgen zoveel schade. Towler die zit bijna op zijn trance. Dat is alleen maar gunstig. Laat mij nou eens met rust. Doe jij maar een high potion eventjes op Evier. Ik doe heel even stealen. Klinkt misschien niet heel erg logica's met een broodje gezond verstand. Maar we moeten iets kunnen doen. Dus even kijken. Bijna zit iedereen weer goed. Oké, het is de tijd is om. Geen spelletjes. Geen spelletjes meer. En iedereen die zit weer op 1. En dat krijgt... Oh nee. Nou krijgt de Towler gewoon zijn trance. En die mag hij niet gebruiken. Omdat dit is eigenlijk het einde van het gevecht. Dus de Towler gaat er echt zo bij van staan. Ik ga je... Oh, wat zeg je? Mogen we niet meer doorvegen? Oké. Echt, deze... Battles zijn zo buggy als maar zijn kan. Maar goed. Ze is te sterk. Ik weet niet wie dat zei, maar goed. Black Mages, ons werk hier is klaar. Serieus, laten we terugtrekken. Oké. Hey, ze zijn verdwenen. Goh, waar ben ik Captain Obvious vandaag? Wat nu, Wilma B? Goeie vraag. Zeepie, kijk uit achter je. Daar. Ik volg ze. Iedereen, volg mij. Zeepie, hij is weg. Ik denk niet dat we ooit nog terug zullen gaan naar deze plek voor een lange tijd. En trouwens, dit is onze laatste kans om te kijken wie jij echt bent. Kom, Towler. Laat ons jouw moed zien. Hatje! Ik vlieg er weer eens vandoor. Oh nee, Wilma B is ook weg. Oké, roep hem maar op. Ik ga mee. Eigenlijk best wel handig, is dat niet krap? Ik bedoel, hoe werkt zoiets? Nou ja, ik bedoel, de Towler die kan donderstralen en vuurstralen uit zijn vinger doen. Ik hou niet van hoogtes. Hebben jullie laat ons gewoon achter? Nou, fijn. Het is tijd! Oh, is het tijd? Zonder haar oproepkracht is Garnet zo... Ja, helpless. Helpless. Kom op. Jarenlange ervaring met Engels. Helpless. He is helpless. Hij is hopeloos. Hopeloos. Ik vind hopeloos. Met deze dark matter die ik nou vasthoud, is daar kracht om een Edeljon op te roepen van mij. Nou zou ik eens even kijken of Kutja's claims waar zijn. Odin, kom naar mij. Oké. Ja. Yeah. Ja, yeah, creepy smile. De poep. Why are you so serious, bro?
What the douche? Je hebt Clara gewoon genukt. Wat voor een ziek persoon ben jij? Ja. Erwin was daar. Is Erwin in orde? Jezus. Heb je dat gezien? Clara, Boek, Erwin. Ze zijn allemaal weg. Damn! Oh, wat is er met Beatrix eigenlijk gebeurd? Ik weet zeker, die is op dit schip. Wat ben ik harteloos? Wilma, Bie, ik denk dat Sepi ons roept. Alsjeblieft! Laat me alleen. Alleen met al mijn verdriet. Het is beter als ik er niemand zie. Jongens, we moeten echt achter de trap gaan verschuilen, want er komt iemand aan. Nou, waar dan? Oh mijn god, dit is zo... Oh, jeez. Dit spel. Welkom terug, generaal. Hoe is het met mij? Hoe is het met de koningin? Ze zit te wachten op jouw terugkeer. Ik weet zeker dat ze zo heel blij zou zijn met onze victorie. Ik bedoel, het was zo geweldig. Ik bedoel, ja, Leroy G en de Night van zijn niks vergeleken met jou. Dat is genoeg. Vergeef me, generaal. Vertel hem de koningin dat ik zo snel mogelijk naar de toe zou komen. Natuurlijk, ik ga al weg. Dat was belachelijk. Ik serieus. Mijn leger alleen heeft al genoeg dan Clara uitgeschakeld. Waarom moet de koningin de hele tijd Black Mages en Edelions gebruiken? Ik heb niet al deze jaren getraind, zodat ik gewoon echt achteruit kon zitten en alles zien vernietigen. Deze weg, deze kant op. Zie jullie snel. Jullie drie gaan naar de teleport en gaan naar Alexandria meteen. Oké. Nog langzamer en ze lopen achteruit. Er is geen verschil tussen hun en mij. We zijn gewoon blindelings orders aan het volgen. Mijn hart en mijn mening betekenen niks. Misschien had Leroy G wel gelijk. Vergeet niet, Beatrix en Leroy G stonden aan dezelfde kant, hè, dus... Hebben jullie dat gehoord? Het lijkt wel tot Brain ook, je weet wel, olifantflakau, ook wel op het schip zit. Oeh. Maar met dat, wil ik het eigenlijk laten bij deze aflevering, aangezien dat we al 28 afleveringen deze minuut zitten. Dus, ja, een heel treurige afsluiting. Heel Clara is verwoest door een man op een paard die opgeroepen werd door een Edelion, ook wel bekend als een summon in de Final Fantasy branch. Dus die dingen die zijn behoorlijk krachtig. Maar met dat gaan we morgen verder. Dus ik dank jullie voor het kijken. Nogmaals, het is nog steeds heel erg warm, dus drink genoeg. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Kun je dat natuurlijk kwijt in de reactie als je er tijd voor hebt. En laat een like achter. In de hoop dat mensen het overleefd hebben in Clara, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. De volgende aflevering van Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken.